Hi, leuk dat je weer naar een nieuwe videoblog kijkt. Ik ben vandaag in Scheveningen op het strand. Het is begin september en het is echt een hele warme nazomerdag. En ik wou het vandaag gaan hebben over hoe word je jezelf de baas. Als je kijkt naar hoe het mensenbrein is opgebouwd, dan kun je eigenlijk heel goed de evolutie van de mensen als wezen daaruit afleiden. Je hebt een heel klein reptiele brein. En daaromheen komen elke keer nieuwe kwabben, hersenkwabben geëvolueerd die steeds iets meer konden. En dat reptiele brein, het is vrijwel een reflex. Als ik je laat schrikken, dan kun je niet over nadenken. Je kan niet dat beredeneren, dat gebeurt. Die reflex die geeft, dat gebeurt gewoon. En dan heb je natuurlijk daarboven je instinct. Het is natuurlijk, je krijgt op een gegeven moment honger. Het zijn prikkelingen en dan ga je op zoek naar eten. En als je daar boven weer komt, krijg je weer allerlei andere complexere delen van ons brein die ons hebben ook geleerd om op de lange termijn te denken. Het verschil tussen ons en dieren is dat wij kunnen plannen. Wij kunnen in de toekomst kijken en wij kunnen ons handelen afstemmen op ideeën over de toekomst. Het blog heet dus Leer jezelf de baas te zijn. En wat mij vooral is opgevallen is dat heel veel mensen voornamelijk nog reageren vanuit hun kleinere brein. De reacties die ze geven, die komen vaak, zijn gestuurd vanuit emoties. En dat is een resultaat van je kleinere brein en niet je prefrontale cortex, die verantwoordelijk is voor dus die lange termijn denken. In principe is het niet heel erg om vanuit dat de primaire breindeel te reageren, als je dus daar in een situatie zit waarin dat nodig is. Als iemand op je afkomt met een pistool en hij zegt: ik geef 10 tellen om weg te rennen en jij blijft stilstaan, ja, dan is er iets goed mis met je. Dan is het natuurlijk heel handig dat je dat primatenbrein hebt die adrenaline door je lichaam stuurt en zegt: rennen, dat zit daar niet voor niks. Maar los van die primaire, van dat soort primaire oorzaken, is het verder niet een heel functioneel deel van je brein om je dagelijks bestaan mee op te vullen. Nou, wat bedoel ik met dat heel veel mensen nog wel vanuit dat deel reageren? En ik zelf ook. Ik ben daar zelf ook schuldig aan. Dan bedoel ik bijvoorbeeld, neem als voorbeeld voeding. We weten allemaal wat goede voeding is. En toch vinden we het moeilijk om voor goede voeding te kiezen. Het heeft mij een hele tijd geduurd om om te schakelen van het kiezen van slechte voeding, bijvoorbeeld koolhydraten, suikers, die vooral voorkomen uit dat primaire brein dat zegt: ik heb behoefte aan genot. Dat is een heel primair iets en dat komt uit dat primatenbrein. Die zegt: hey, zoek genot en zoek het zo snel mogelijk. En als jij dus dat voorhanden hebt, zoals in de vorm van suikers of koolhydraten, dan voelt dat eventjes goed en dan heb je even een goed gevoel en het voelt even lekker. Maar je weet uiteindelijk dat hogere deel in je brein, die prefrontale cortex, die zegt van: hey, luister, je weet dat dat slecht voor je is, dat het niet goed is om suikers te eten. Het belangrijkste is om te beseffen dat je brein niet één geheel is. Je brein bestaat uit verschillende delen en die zijn ook constant in conflict met elkaar. Zo zal je ene deel van het brein zeggen van: ja, ga dan maar lekker 140 km per uur rijden, want dan ben je sneller thuis. Het gevoel van dat jij belangrijk bent, dat ego denken, dat zit vooral om die primaire delen. Vooral aan jezelf denken en in je hogere breindelen, die dus later erbij zijn gekomen, later in de evolutie zijn ontstaan, die zijn vooral bezig met de toekomst. Van: hey, wacht even, als jij nu 140 rijdt, heb je kans dat je uit de bocht vliegt, heb je kans dat je verpakt wordt, dat je rijbewijs kwijt bent. Dus je kan wel nu een kwartiertje eerder thuis zijn, maar op de lange termijn heb je daar nadeel van. En eigenlijk kun je als het ware op die manier je brein ontdekken. Als je die stemmen of die ideeën, die indruk in jezelf voelt, dan weet je dat je brein uit verschillende delen bestaat die allemaal aan jou trekken van: hey, kies dit, kies dit. En zo kun je eigenlijk niet meer spreken van dat jij één geheel bent, maar je bestaat uit verschillende deeltjes die samenwerken. En dat is op zich niet erg, want het ene deel zorgt ervoor dat jij gaat rennen als er gevaar is, dan heb je dat primatenbrein nodig. Die zorgt voor adrenaline.
Dat je als speer gaat rennen. En een ander deel zorgt ervoor dat je aan de toekomst denkt. En dat jij gaat plannen en dat jij gaat zorgen dat de toekomst voor je kinderen ook beter wordt. En dat heeft ons als mens gebracht waar we nu zijn. Dat we leren, dat we zijn vooruitgekomen, dat we gezonder zijn, dat we technologie hebben, dat ons leven prettiger is, dat we minder ziektes hebben. En dat is een heel belangrijk deel. Dus dat is dat prefrontale cortex deel is zeker heel erg belangrijk. En wat ik bedoel met leer jezelf de basis zijn, is om te leren dat die impulsen die je hebt vanuit dat lagere brein, dat je die moet leren beheersen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan roken en drinken. Dat is natuurlijk al een voorbeeld waarin je weet van dat komt voort uit het lagere breindeel. Dat zegt, hey, zoek genot, zoek plezier, zoek iets om dit moment waar je nu bent, deze plek, deze aarde, eventjes te ontvluchten. Neem een biertje, dan voel je wat lekkerder, voel je even wat ontspannen. Maar je weet uiteindelijk dat hogere breindeel, die zegt tegen jou, nee, wacht even, als jij nu een biertje neemt, dan wen je eraan. En dan wil je morgen weer een biertje. En dan de dag erop wil je er niet één, maar dan wil je er twee. En uiteindelijk, na een aantal jaar, ben je alcoholist. Dat is dat prefrontale cortex deel. Die visie, dat toekomstdenken, dat langetermijndenken. En het gaat niet alleen over alcohol en drugs, maar het gaat bijvoorbeeld ook over voeding. Als jij gewend bent om veel suikers en koolhydraten te eten, dan geeft het een tijdelijk genot. Maar dat is op de lange termijn, weet je, je wordt er dik van. Je wordt er lui van, je wordt er moe van. Het zet niet aan, het heeft geen waarde, dus er zitten geen voedingsstoffen in. Je geld uitgeven, je kan impuls hebben om nu je geld te willen besteden. Want dan voel je je tijdelijk wat prettiger. Dan heb je het idee van, ja, ik ben eventjes uit deze wereld gevlucht. Ik heb een aankoop gedaan die me eventjes plezier geeft. Maar uiteindelijk heb je geen buffer voor de toekomst. Uiteindelijk leef je van rekening naar rekening. En uiteindelijk hou je niks over. En dat is geen lange termijn denken. Geef je kinderen en je nageslacht geen goede start. Dus het is heel grappig om, die breindelen in conflict te horen zijn met elkaar. En het is heel belangrijk om dat door te hebben en om te beseffen van bewust worden van luister, ik besta niet uit één brein, maar ik besta uit verschillende deeltjes. Elk mens heeft dat dierlijke deel, dat egoïstische, die lagere breindelen van die zorg alleen dat het individu overleeft. En als je verstandig bent, dan ga je leren om die delen te onderdrukken en dan ga je zorgen dat je die meer gaat denken vanuit die lange termijn breindelen, vanuit die prefrontale cortex, die visie geven, die vooruitzicht geven. Alle leiders op de wereld die denken vanuit dat deel van hun brein en niet vanuit die primaire delen, want dan zouden ze voor zichzelf kiezen en ze kiezen voor een hoger doel, voor een volk of voor bijvoorbeeld een muzikant die maakt muziek. Dat is een hoger doel. Dat is niet zozeer voor hem, maar voor het muziekstuk. De muziekstukken van Beethoven zijn nu nog steeds beluisterbaar, maar Beethoven is al lang dood. Okay, ergens waar je heel goed kunt zien, het soort mensen die heel veel denken vanuit die primaire breindelen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een overval plegen. Die denken heel erg van, nou, korte termijn denken, ik wil rijk worden. Laat ik met geweld een overval plegen. En wat me heel erg opviel, ik heb veel documentaires gezien over Amerikaanse gevangenen. En die zitten daar echt in compleet bizarre omstandigheden. Zitten ze hun straf uit. En als je hun verhaal hoort, gaat het heel vaak om gewelddadige overvallen. En voor geld. En dat was alles. En dat vind ik zo bizar dat mensen vanuit zo'n korte termijn kunnen beredeneren dat ze zo vaak een overval plegen, dat ze er nooit van uitgaan dat ze gepakt worden en dat ze gewoon voor de rest van hun leven daardoor achter tralies zitten. Dat is, ik kan me er heel weinig bij voorstellen, maar dat is natuurlijk een extreem geval waarbij mensen vanuit het korte termijn denken, vanuit het primaire breindelen denken, van nou met geweld kan ik iets oplossen, met dat korte termijn denken los ik iets op. Ja, daar zit je dan. Met je korte termijn denken.
als ik die documentaires dan bekijk, valt het me ook op dat een deel van die gevangenen ook in de gevangenis heel erg leven vanuit hun korte termijn denken. Ze zijn constant bezig met een soort van kinderlijke strijd tussen de bewakers. En ze gooien uitwerpselen over de bewakers heen. Of ze zijn agressief naar andere gevangenen toe. En vaak om hele kleine dingen waarvan je ineens kan voorstellen, bijna kinderlijks. Van nou, hij heeft mijn... Ik wou naar de wc, maar hij ging eerst. En daarom steken ze iemand neer. En dan kun je zien dat, dat je zelf kunt leren vanuit... die mensen die hebben altijd geleerd vanuit dat primaire breindeel te denken. Maar je kunt dus ook aanleren om vanuit de lange termijn na te denken. Alleen het is nu aan jou de keuze om dat zelf te gaan doen. Ja, ik had het al gezegd. Die cookies had je gewoon moeten afrekenen. Niet in je tas stoppen. Oké, ik hoop dat je wat meer duidelijkheid hebt over die verschillende breindelen. En dus ga beginnen met bewust worden van die werking tussen al die breindelen. En geloof niet langer in die primaire breindelen. Gebruik ze wanneer ze nodig zijn. En ze zijn zeker nodig. En daar zal ik ook nog een keer over vertellen wanneer je ze ook onder andere nodig hebt. Maar begin vooral met het beseffen dat die breindelen in conflict zijn met elkaar. En maak even de verstandigste keuze. En dat is altijd lange termijn denken. Oké, dat was hem vanuit Scheveningen. Goedjes. Hoi.